Goedemorgen, kijk naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 29 november. Het wordt een onstuimige zondag vandaag, met vooral in de middag en in de avond veel wind. Het kan zelfs tot stormkracht gaan komen in het noordwestelijk kustgebied en boven de Wadden. En dat zou dan met name in het eerste deel van de avond zijn. Verder kunnen er ook zeer zware windstoten gaan voorkomen. In het kustgebied misschien wel tot 110 of 120 km per uur. En dat geldt ook voor het noorden van het land. In Friesland bijvoorbeeld en in Groningen moet men rekening houden met veel wind. U ziet ook dat de pijlen rood kleuren. Dat betekent windkracht 8 tot 9. Vannacht neemt de wind geleidelijk aan af. En morgenochtend is het dan betrekkelijk rustig. Maar in de middag trekt de wind weer aan. En morgen de avondspits. Die zou wel eens heel druk kunnen zijn. Met flink wat regen en ook een stevige wind. Ja, vanmiddag dus veel wind. Vanuit het zuidwesten of westen. Stormkracht langs de kust. Met name langs de Noordwestkust en in het Waddengebied. Dat is windkracht 9. Ook zeer zware windstoten. Tot zo'n 110 tot 120 km per uur. Ga je meer landinwaarts, dan zijn de windstoten zo'n 80 tot 90 km per uur. Verder is het bewolkt en regenachtig. Het kan af en toe flink doorregenen. Wat verder opvalt, is dat de temperaturen hoog zijn. Want het wordt zo'n 11 tot 12 graden vanmiddag. Morgen dan is de wind geleidelijk aan weer afgenomen, maar is het nog steeds zeer wisselvallig. In de ochtend is het tijdelijk even wat droger, maar vanuit het zuidwesten neemt de regen toe en gaat het langdurig regenen. En vooral in de middag waait het dan ook weer stevig. Temperaturen zijn nog steeds hoog, zo rond de 11 of 12 graden. Na morgen wordt het wel geleidelijk aan wat rustiger. Er valt nog wel eens af en toe een bui, maar er zijn ook droge perioden. Temperaturen blijven op dinsdag en woensdag nog vrij hoog, zo rond de 11 tot 12 graden. Op donderdag breekt de zon wat vaker door, maar er is er wel kans op een enkele bui, mogelijk ook met onweer. Maximaal liggen dan tussen de 9 en de 10 graden. Tot aan het weekende blijft het vrij zacht. In het weekend gaat de temperatuur dan geleidelijk aan wat dalen. Maar echt koud wordt het nog niet. En winterse perikelen worden er dan vooralsnog nog niet verwacht. Mijn naam is Raymond Klaassen van Weerplaza.